allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video, want vandaag heb ik een closet tour voor jullie. Ik sta hier voor mijn kledingkasten en ik ga jullie al mijn kleding laten zien. Zoals jullie misschien wel weten doe ik nu een modeopleiding, namelijk mode en media styling. Dus ik ben helemaal dol op kleding en alles wat ermee te maken heeft. Dus hopelijk vinden jullie het leuk om mijn kledingkast te zien. Voordat de video begint wil ik ook even zeggen, dit doe ik niet om op te scheppen. Maar ik vind het gewoon super leuk om met jullie mijn kleding te delen, omdat ik er zo dol op ben. Ik vind deze video's ook altijd heel erg leuk om te zien, om wat anderen in de kast te hebben. Dus dat wilde ik even zeggen voordat we gaan beginnen. Dus laten we een kijkje gaan nemen in mijn kast. Op de overloop zijn de kasten ingebouwd. Links voor de kleding. In het midden voor ondergoed, zwemkleding, sokken, panties. En achter de spiegeldeur staan mijn schoenen. Ik ga beginnen met deze kast. Hierboven heb ik 4 vakken met kleding erin. En hieronder heb ik ook nog 2 vakken waar ik kleding heb hangen. Nou, als eerste deze. Dit is mijn minst favoriet, denk ik. Want ik draag het bijna nooit. Ja, nu toevallig wel. Maar broeken. Ja, ik draag wel eens broeken, in de winter wel iets meer, maar eigenlijk draag ik meestal of een jurkje of een rokje. Ik heb hier een beetje al mijn flarebroeken. Ik heb er een van zo'n fluweelstofje. Nou, echt mijn meest gedragen flarebroek, denk ik wel. Die heb je wel een aantal keer op mijn Instagram voorbij zien komen, is deze. En die heb ik toen een keer voor $10 in de korting gescoord bij Forever 21. Maar ik vind hem zo leuk en hij loopt dus flared uit. En dit zijn een beetje wat andere soort broeken. Ik moet zeggen, deze draag ik wel een stuk minder. Deze is weer heel erg stoer, dus dit vind ik leuk om te combineren. Of met een blazer, om het weer wat netter te maken. Maar om het nog stoerder te maken, vind ik het ook leuk om hier een leerjasje bij te doen. Dus dat is het eerste vak in mijn kledingkast. Dan gaan we door naar onderen. En hier heb ik vooraan heel simpel allemaal hemdjes liggen. En natuurlijk in het zwart. En daarbovenop heb ik dit. Ja, en dit is heel erg leuk om bijvoorbeeld onder een trui te doen. Of onder een jurkje vind ik het ook wel eens leuk om te doen. Deze heb ik van de Shoebe. Al mijn t-shirts. En ja, het zijn er echt superveel. Ik moet ook zeggen, ik krijg wel eens dingen opgestuurd. Of mag ik dingen uitzoeken bij bedrijven. Dus dat is ook wel een van de redenen dat ik best wel veel kleding heb. Want ja, het is zeg maar ook wel een beetje mijn baan. Is wel heel erg schattig. Die heb ik van Ivy's Closet. Dus dat is deze kant. Dan gaan we door naar deze kant. En ja, misschien als je wel een closet tour eerder van mij hebt gezien, weet je dat ik eigenlijk helemaal niet zo'n truienmens ben. Nou ja, was. Ik droeg eigenlijk nooit truien, omdat ik voelde me er gewoon heel lomp in en zo. Maar tegenwoordig heb je zoveel leuke truien. Dus ja, ik heb nu ook gewoon 2 vakken vol met truien. Laat ik bovenaan beginnen. Waar ik zo dol op ben, is van die pofmouwtjes. Ik heb altijd al pofmouwtjes helemaal geweldig gevonden. Maar eerst zag je ze niet zo vaak in de winkel en nu eindelijk wel. Overal heb je pofmouwtjes. En deze heb ik van de Bershka. Of nee, deze heb ik van de Zara. Dus daar heb ik er 4 van. Zwart in een beetje beige tint. Grijs en wit. Dan gaan we door naar deze truien. Dit is ook eentje van mijn favorieten. Deze heb je misschien ook wel op mijn Instagram voorbij zien komen. Deze is ook van Ivy's Closet. En maar het zit echt net als een pyjama, zo lekker. Dan komen we hieronder aan. Dit is eentje waar ik echt dol op ben van de Bershka. Deze heeft dus pofmouwtjes. Een beetje van die balloon sleeves die ik nu ook aan heb. Deze valt best wel op tussen alle andere. Namelijk dit oranje truitje. En dan de laatste stapel van deze vakken. Dus deze is van Tommy. En eentje van Karl Lagerfeld. Dit zijn al mijn jurkjes. En ik heb ze van licht naar donker gehangen. En dit zijn al mijn winterjurkjes. Want mijn zomerjurkjes heb ik opgevouwen. Allereerst wil ik deze laten zien. Super schattig. Ik heb hem bij de Lovies gekocht. En dit is echt perfect voor een feestje. Net als deze. Dit zou ik combineren met een blouse eronder. Dit is wel een zomerjurkje. Maar ik vind hem te mooi om hem op te vouwen. Dus ik heb hem alsnog opgehangen. En kijk deze mouwen. Echt zo gaaf. Het jurkje is van Kay Sutherland. En zij heeft in samenwerking met Naked allemaal jurkjes uitgebracht. Waaronder deze. En ik ben helemaal fan. De jurkjes hebben we nu gehad. We gaan door naar de andere kant, want daar hangen al mijn tops. Deze heb ik ook van donker naar licht gehangen.
Ik ben echt dol op dit blouseje van Stradivarius. Hij is dus doorzichtig. En ik heb hem ook in het wit. Dit is mijn lievelingstop van de Forever 21. Dit waren mijn eerste twee kasten. Dan gaan we door naar de volgende. Want daar heb ik nog twee kasten en daar zit al mijn zomerkleding in. En dit is de tweede kast. Hier heb ik al mijn zomerkleding liggen. Rokjes voor de zomer, topjes voor de zomer. En hierboven allemaal jurkjes voor de zomer. En ik merk wel echt dat ik heel veel zomerjurkjes heb. Dit is dus een groene jurk met allemaal roze bloemen. En dit is helemaal geen item die je snel in mijn kledingkast voorbij zou zien komen. En ik zag hem hangen en ik dacht of dit is een item wat echt super gaaf is. Of dit is een item waarvan ik denk, Joy, waarom heb je dit uitgekozen? Ik vond hem dus echt leuk. Hij is dus groen en hij heeft allemaal roezels. En ook hier, dit jurkje ben ik zo blij mee. Deze heb ik toen bij de zaak gekocht. Toen ik met mijn kunstklas voor school in Rome was. En toen ben ik gaan shoppen daar in een Zara. Met ik weet niet hoeveel verdiepingen. Het was echt heaven. En daar heb ik dus een jurkje gehaald. En dit is echt mijn favoriete zomerjurkje. Dan gaan we naar beneden toe. Want daar is denk ik toch wel echt mijn favoriete onderdeel van mijn kledingkast. De rokjes. En eerst had ik ze altijd opgevouwen. Maar ja, omdat ik allemaal kleding had verkocht, had ik allemaal hangers over. En dus dacht ik, ik ga allemaal rokjes ophangen. Dan kreuken ze niet en dan kan ik beter de rokjes zien. Want ja, die zwarte rokjes is moeilijk als je het opgevouwen hebt. Dit is zo'n top rokje waar je overal mee kan combineren. Dus daar ben ik zo blij mee. Ik moet zeggen, ik heb twee leren rokjes. De andere draag ik ook mega veel. En deze is wat strakker aan de bovenkant en heeft dus van die ruffles en studs. Voor als je nog meer dat stoere effect wil. Ja, voor de zomer. Ja, ook deze wilde ik niet opvouwen omdat ik hem te mooi vond om op te vouwen. Dus dit zomerhokje heb ik er wel tussen hangen. Maar hoe leuk is dit voor de zomer? Oh, ik kan niet wachten om dit weer te dragen. En ik ben dus helemaal dol op lange rokken. En hoe mooi is deze? Ik heb deze gescoord bij de Zara. En het is echt een hele mooie kwaliteit. Hij voelt heel erg zacht aan. Ik vind hem er echt heel erg luxe uitzien. En het was voor een echt betaalbaar prijs. Dus ja, dit was echt een top aankoop. Dat was kledingkast 3. En dan de allerlaatste, nummer 4. En dit is echt heel erg cool. En dit was dus mijn broers kledingkast. Niet eens de mijne. Ik ben er jaloers op. Maar nu heb ik het over kunnen nemen. Namelijk, als ik dit naar beneden trek. Ah, woe, oh god. Komt er allemaal kleding tevoorschijn. Ja, echt heel erg cool. Hier heb ik al mijn lange jurken jumpsuits aanhangen. En mijn pakken. Topshop kan soms best wel prijzig zijn. En dat was dit pak eerst zo. Maar ik heb hem dus voor dikke korting kunnen krijgen. En het is echt een heel apart pak, vind ik zelf. Dan een jurk waar ik zo verliefd op ben. Ook deze, ja, echt in Amerika kan je het beste korting shoppen. Gewoon echt. Ik was in de Macy's en ik keek tussen de kortingrekken van 80%. En ik kwam deze jurk tegen van DKNY. Dan mijn pakken. Iets waar ik ook echt dol op ben. Nou, ik laat mijn favoriet als eerste zien. Dat is deze blauwe. Dit pak is zo gaaf. Die kleur, en het is gewoon niet iets wat je vaak ziet. En ik hou gewoon zo van pakken. Het ziet er gewoon zo cool uit. Wat nog meer? Ja, ik heb nu de broek aan van dit pak. Kan het niet zien. Maar deze is dus zwart met een heel dun wit streepje. En die heb ik van de Costus. En dat was volgens mij ook mijn eerste pak die ik gekocht had. En dan de allerlaatste is hier beneden. En dit zijn al mijn jasjes. Een leerjasje. Dit is mijn favoriete jasje ever. Een leren jasje van de Zara. Ik raad je echt aan, als je een mooi leerjasje wil hebben, ga naar de Zara, want de Zara heeft de mooiste leren jasjes. Deze blazer is best wel apart. Hij heeft strepen en ik draag hem de laatste tijd niet meer zoveel. En eigenlijk moet ik dat weer gaan doen, want hij is super cool. Dus ik moet hem weer gaan dragen. Een zilver leerjasje.
Een van mijn nieuwe, maar een van mijn beste aankopen is deze blazer met een fluwelen stof. Dit ziet er zo mooi uit. En ik had hem met Black Friday bij de Mango gehaald. En je hebt hem ook bij de Zara, maar bij de Zara was hij duurder dan bij de Mango. En toen had ik ook nog eens korting, omdat het Black Friday was. Dus dat was echt een goede aankoop. Dit is mijn schoenenkast. Lijkt het jullie leuk als ik een schoenenstash ga maken? Laat het dan weten op mijn Instagram. Dit was dan mijn closet tour. Hopelijk vonden jullie het leuk. Vergeet dan niet een duimpje omhoog te doen. Heel erg bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie snel weer. Doei doei!